Ik ben blij dat jullie met zoveel mensen hier zijn. Maar in ieder geval, daar gaat het niet om. Het is hartstikke fijn dat jullie er zijn. In ieder geval, veel plezier zou ik zeggen. Geniet ervan. En dan ook nog zo mooi kunnen zingen en zo blij en vrolijk aanwezig zijn. Nou, dankjewel hoor. Het is toch jammer dat iedereen op die zak van Sinterklaas gaat, maar... 60 zelfs. 4, 5, 6. Ja, hallo. Dankjewel. Nou, welkom allemaal. Meneer Hans Rikke is al 20 jaar lid. De Wieken, hè? De Wieken is er ook nog steeds. En ik ben zo trots op mijn mooie foto's hier. Zeker hier op mijn troon. Nee, ja, nee. Nou ja, daar. Ik hang er wel. Dorian en Jaap. April, spelletjesmiddag. In mei, een modeshow. Wie is er allemaal bij de modeshow geweest en wie heeft er meegelopen? Ja, heb je het gezien? Ja. Ja, gelukkig. En de asperges? Nee. Was het? Dat was dit jaar nog niet, vorig jaar. Ik heb het hier in het grote broek staan, dus dat is het waar. Nee, klopt. Ja? Ja. Kerstmiddag. Ja, dat staat hier op. Wie gaat er mee naar Bloemsteen? Trekken, ja, leg eens even uit, wat is er bij de eettafel? Heb je er nog een mooie? Dan mag je naar mij mee. Het probleem dat die is wel... Voorzitter. Bij onze voorzitter. Dat kun je aan. Piet, hiervoor mag je even aankomen halen. Ja, ik eet wel voor twee. Graag een applausje voor een speciale dame in jullie midden. Petrien Poos. Applaus als jullie. Kaartjes of felicitaties bij mensen brengen. Een 1000-poot. Maar u wordt dit jaar onderscheiden als erelid. Piet, kun je heel even hier. Ten eerste. De Katholieke Bond voor Ouderen besloten u tot erelid van de vereniging te benoemen. Ik zou ook even graag Gonnie, Diana,
Kobi en Thea naar voren willen hebben. Ja hoor, Piet. Meneer de voorzitter. Hier gaan we samen met KWO. Het is altijd gezellig hier. Zo wie zo. Dank je wel. En meneer Van Summeren. Jantje, Jantje, wat heb je gedaan? Zorg dat de weekend volgend jaar twee borreltjes kunnen schenken. Meneer Vissers. Het is maar goed dat we hier maar eentje van hebben. Meneer Vissers. En dat is niet mis. En dat doe je dus, beste Chris. Vooral toen je kwam met die vieze spin. Nou, mevrouw Wilk, die zet nog even een leuk stukje in. En als jullie al meedoen. Die was dit jaar zo snel. Meneer Sjaak, gaat het weer? Ja, 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 ja. Als u dan heel even tijd heeft, dan hebben we hier ook nog eens. We zullen er geen doekjes om winden. Ze weten je oma daarvoor iets te vinden. Geniet daarvan, misschien ben je verrast, anders zet het maar ver in de kast. Ja, Ina, kom maar, nou. Ina, Ina. Nou, Ina, kom maar nou. Ina. Twee bezige bijen, altijd druk. Voor al die mensen, ook op die druk. Dat maakt ze gelukkig. En natuurlijk heel blij. Het is zeker, want ook hij is van goud. Voorzichtig uitpakken. Ja, en dan hebben we Evelien. Sint als je zus. Ja. En dan een kleine geitje, dus Dorian. Iedereen die roept jou maar en dan sta jij alweer klaar. Mijn gouden staf voor jou alleen, pak hem eruit, er is er maar één. Nou. Zitting, maar niet zonder nog een paar dingetjes. In januari, het vertrekken van de burgemeester. Allemaal hebben we dat zien aankomen. En we hebben al afgelopen zitting is al aangekomen. Meneer André. Zeg Pieter, ik heb hier nog een hoop meer cadeautjes staan. Dames en heren, we hebben hier nog een klein geitje namens de KBO. En dank jullie wel voor jouw aanwezigheid. Met zijn grote vriend erbij, hè? Wij wensen jullie nog een hele fijne middag verder. En ik neem die twee weer mee. Dan wordt het hier ook weer wat rustiger. En ik wens jullie nog heel veel plezier. En we gaan nu. Dat zwarte Piet. Ja, komt even koist. Dat zwarte Piet. Niet weg te krijgen, hè? Wel, ik had de knoopje al met mijn schaapje.